Innovatie voor mij is nieuw denken waarmee je waarde genereert. Nieuw denken dat het er doet. Innovatie is voor mij iets doen wat nog nooit eerder is gedaan. En ik geloof dat de definitie volgens de WBSO, hè, die speur- en ontwikkelsubsidie die je krijgt, is dat je iets doet wat je zelf nog nooit eerder hebt gedaan. Maar ik probeer iets te doen waarvan ik het gevoel heb dat het überhaupt nog nooit eerder is gedaan. Dat is volgens mij echt het toppunt van innovatie. Innovatie is sowieso natuurlijk een out-of-the-box benadering gaan. Maar die ook blijven wandelen. En net zo lang doorgaan tot je je eigen rare gedachten waar ziet worden. En om dat goed te doen, denk ik dat je altijd eerst ook terug moet reizen in de tijd. Om te kijken of er al andere, wat gezegd, gekken waren die die gedachten hadden. Als dat zo is, moet je dat meenemen. Als het er niet is, moet je het niet meenemen. En dan moet je gewoon door blijven schaatsen, wat gezegd, net zo lang tot je die innovatie bij de kop hebt. Innovatie is voor mij nieuwe dingen doen en vooral op de sociale en duurzame manier betrekken. En vooral in deze tijd. Niet zozeer het geld verdienen, maar op een sociale en duurzame manier. Ja, kijk, het is mooi om nieuwe dingen te maken, maar we moeten er natuurlijk ook wel geld mee verdienen. Ja, dus ik maak ook altijd een sterk onderscheid tussen R&D en innovatie. R&D is geld uitgeven om nieuwe kennis en kunde te vergaren. En innovatie is met die nieuwe kennis en kunde weer geld verdienen. En zo krijg je, als het goed is, een mooie cirkel die steeds dingen vernieuwt. Innovatie voor mij is met een nieuw of verbeterd product een bestaande markt de juiste richting in duwen. Mijn persoonlijke missie is, naast dat ik denk dat we de wereld wat beter achter moeten laten voor de mensen die na ons komen, vind ik ook dat onlogische modellen of onlogische systemen, schadelijke systemen in sommige gevallen, ja, die moeten veranderd worden. En dat gaat niet vanuit de partijen komen die systemen zeg maar in bezit hebben, of daar eigenlijk groot mee zijn geworden. Dat gaat denk ik toch voor het grootste deel bottom-up komen. En ja, de belangrijkste drijfveer in die verandering is dan de consument. Want die geven we hiermee de macht om een keuze te maken. Innovatie is is iets wat een verandering teweeg kan brengen, waardoor een proces of een behandeling of een product veel efficiënter en daarmee goedkoper iets kan bewerkstelligen. Waarmee je dingen mogelijk kunt maken die voorheen niet mogelijk waren. Die eigenlijk ten dienste zijn aan de mensheid, aan de mens. Well, I like to keep it simple. I think innovation is change that adds value. And it's really not more complicated than that. It's really about how we create value for folks by doing new things.